is goed hoor. Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik best wel een beetje een bijzonder dingetje. Want ik heb er namelijk al een tijdje over na zitten denken of ik Mojito zou gaan verzekeren of weer niet. Maar ik wist niet hoe het precies allemaal, wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. En daarom is hier vandaag Ron van Evo Paardenverzekering. Hoi. Goedemorgen, Ron is VA. Nou, kunt u zichzelf misschien voorstellen en het bedrijf een beetje? Wij zijn onderling een paardenverzekeringmaatschappij uit Heerenveen gedaan. Ja? We werken met 3 buitendienstmedewerkers door het hele land heen. Ons kantoor is gevestigd in Heerenveen. Daar werken natuurlijk acceptatie en schade. Ja? En zo gaat het zijn gang. Oké. Okay. Nou, laten we dan nu naar mijn pony gaan. Ja. Om het een en ander te bekijken. Heel goed. Hier staat mijn pony dus. Dit is Mojito. Kijk, hij zegt jouw dag. Ja. Wat voor een ras is het? Dat is een Criollo. Criollo. Kent u dat pas? Dat is een beetje het Zuid-Amerikaanse. Ponyachtig, hè? Ja, ze worden gebruikt door de couchers daar. Hey, en had je al nagedacht hoe je hem wou verzekeren? Nee, niet helemaal, omdat ik dus ook niet precies helemaal weet hoe dat allemaal. Okay. Inhouden toen we met zijn werking gaan. Je hebt er wel over nagedacht. Ja. Je hebt op een site gekeken. Ja. Oké. Okay. En wat dacht je zo'n beetje aan? Is lastig, hè? Ja. De meeste ponies bijvoorbeeld, ja, die worden verzekerd voor de dood. Ja. Een beetje een raar woord is dat natuurlijk, ja. Als een paard ten dood gaat, een kortstondig ziektebeeld. Hij breekt zijn been. Hij gaat dood gaan aan koniek, ja. Mm-hmm. Dat noemen wij kortstondig. Oké. Okay. En een ongevalletje. Ja? Ja. Wat is een ongevalletje? Een klap van een ander paard. Ja? Onverwachts op een vreemd terrein komen dat hij een klap krijgt. Ja? Ja. Of eruit gaan in de trein. En dan letselschade krijgen. Weet je wat woord is dat? Ja. Dat ja. Nu via bloed gebruikt is. Oké, ja, dan bij dat tweede denk ik mee. Bij elkaar. De dood en ongevallen, dat is een beperkte schadeverzekering. Oké. Okay. Okay. Dan kun je dat koppelen met een beperkte ziektekostenverzekering. Dan is je pony verzekerd voor de dood en ongevallen en de dierenartskosten die eruit voortvloeien. Oké. Okay. Heb je pony wel dat meegemaakt in een ongevalletje of zo? Nee, dat niet echt. Nee? Je ziekte? Nee, ook niet. Oké. Okay. Hij is heel gezond. Zullen we eens even gaan kijken naar hem? Ja, nou, wat moet ik nu precies gaan doen? Even heen en weer stappen, heen en terug en dan gaan we even rustig naar kijken. En dan de tweede keer laaf je heel rustig heen en weer en dan hebben we hem gezien. Oké, okay, top. Even een rustig stap hoor. Draai maar weer om hoor. Dan mag je daar omdraaien en dan mag je een paar pasjes wegdraaien. Bovenknop achter je. Bravo, Dora. Zo is goed hoor. Oh. Ik heb met Mo net gestapt en gedraafd, maar waar let u nou precies op? Wij zijn geen dierartsen, wij doen acceptatie voor de verzekering, dus we kijken of de pony mobiel is. Ja? Of hij geen rare aantikkingsdingen heeft op zijn lijf. Ja? En hij is gewoon goed mobiel over de benen heen, dus het ziet er allemaal keurig uit. Oké, okay, nou mooi. Ja, dus de verzekering waar we net over gehad hebben, ja? Die kunnen we dan zo accepteren. Ja? Ja, cool. En dan is hij verzekerd voor de dood en ongevallen, geen wachttijden. Ja? Dus dat kunnen we regelen voor je. Oké, okay, super. Dus spreek het wel even met je ouders en bijvoorbeeld gaan geen dingen doen waar je niet zomaar achter staat. Nee, nee, nee. Dan kun je per maand betalen, ja? Per 3 maanden of per half jaar. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja. Ik snap de dekkingsvorm nu en we hebben net even gekeken hoe die precies liep. Maar hoeveel kost zoiets nou eigenlijk? Wat we net besproken hebben is een dood-ongevallen dekking, een beperkte schadeverzekering met een beperkte ziektekostenverzekering. Ja? Ja. Ga ik je ongeveer vertellen, kun je tegen je ouders zeggen, dat het ongeveer 20 euro per maand kost. Oké. Okay. Dat is niet geduurd, ja? Nee, dat
Zeker. En als je zo'n verzekering afsluit, dan kun je via internet doen. Of via mij doen, zeg maar bijvoorbeeld, met een aanvraagformulier. Ja? Je hebt geen wachttijden. Ja? Oh ja, maar dat vroeg me ook nog af of je dan met wachttijden te maken hebt. Nee. Dus dan is de pony gelijk verzekerd. Als ik straks de deur uitloop, is hij gelijk verzekerd. Oké. En stel nou dat er iets met schade gebeurt, of aan je pony, of als je er zelf niet bent, hoe zit dat dan precies? Ga ik je uitleggen. Je hebt een beperkte ziektekostenverzekering, ja? Dan kun je tegen je vriendinnen zeggen, mijn pony is verzekerd voor de ongevallen en voor de koliek en de slokdarmverstokking als voorbeeld zijnde. Ja. Mogen ze gelijk een dierenarts bellen. Oké. Okay. Ja, een eigen risico is bijvoorbeeld voor €75 per kalenderjaar, dus dat valt allemaal wel mee. Ja? En dan kun je gewoon bellen, de dierenarts bellen, en als dat onder de €750 blijft, dan kun je gewoon doorgaan. Oké. Okay. Komt het daarboven, dan wil ik heel graag van je horen wat er aan de hand is. Ja. Ja, want dat vroeg ik mij dus af, want ik ben dan net 2 weken op vakantie geweest. Ja? En dan vind ik het toch, ja, dan eng om iemand hem te laten rijden voor als er dingen dus gebeuren, hoe dat dan gaat. Maar nu weet ik dus hoe het gaat. Nee, dus dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ja, super, weet ik dat ook. Super. Stel nou, ik ben op wedstrijd en mijn pony die raakt een andere pony. Hoe zit dat dan precies? Jouw pony is verzekerd, zeg maar, voor de verwondingen. Ja? Doet jouw pony, zeg maar, een andere pony slaan? Ja? Dan denk je ouders hebben een WA-verzekering afgesloten thuis. Ja? Wat is een WA-verzekering? Een wettelijke aansprakelijkheid. Kijk uit een wespel. Dat gaat nu weg. Het is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dat houdt in, als jouw pony schade doet aan een ander, en er vloeien kosten uit voor, dan gaat die verzekering gaat dat regelen. Oké. Okay. Ja? En stel nou, er is zulke erge schade aan mijn eigen pony, dat ik eigenlijk niet meer verder kan. Hoe zit dat dan precies? Nou, je pony wordt goed behandeld, je hebt een ziektekostenverzekering. Ja? Ja. Dat je pony een letsel hebt, dat die niet meer voor jouw doeltje te gebruiken is voor de recreatie. Ja? Dan komt er een papier bij van de dierenarts, dat heet een attest. Ja? Dat wordt aan onze veterinair ook gelezen. En dan bel ik je op of ik kom bij je langs en dan ga ik vragen hoe nu verder. Oké. Ja? Ja. Het is heel belangrijk voor jullie, bijvoorbeeld, jullie bepalen, ja, hoe het verder gaat. Ja, dat is wel fijn dat je zelf kan bepalen. Ja, toch? Ja. Oké, ik wil helemaal op ingaan, maar jullie bepalen wat met de pony gaat gebeuren. Oké. Als hij niet meer voor zijn doeltje gebruikt. Nou, ik heb Makito nu weer hier in de loopstal gezet. Maar maakt het eigenlijk nog uit qua verzekering? Want hier in de loopstal zijn natuurlijk heel veel paarden. En is het risico groter dan dat hij de hele dag op stal staat? Dat hij iets nee, dat maakt niet uit. Het is eigenlijk hetzelfde hier natuurlijk als een kudde. Ja? Dus ik denk wel dat hij zijn eigen rangorde weet. Ja? Ja. En als er wat gebeurt, dan valt er gewoon een beetje zonder de verzekering. Dus geen probleem. Oké, okay, dat is wel fijn. Mooi, hè? Ja. Het is echt natuurlijk hier, hè? Ja, het is ideaal voor de paarden. Ja. Ik vind het ook echt heel leuk. Okay. Oh, prachtig. Ja. Nou, ik kies dan voor deze dekkingsvorm. Maar ja. Is er dan nog een mogelijkheid om die later in paarden of in vorm aan te passen? Dat is geen probleem, zo bijvoorbeeld. Je begint met die dood-ongevallen dekking. Later stel dat je pony iets meer geld waard wordt. Hè? Is dat geen probleem? Kun je altijd bellen. Kun je het altijd regelen. Geen probleem. Oké, okay, want voor nu zou dat dan ongeveer uitkomen op €20 per maand. €20 per maand komt dat nu. Ja. Geen wachttijden, hoeft geen keuring, we hebben de pony gezien. Dus we kunnen gewoon een beetje raar woord zaken gaan doen. Ja, toch? Ja. Ja, en ik las ook nog op jullie site dat jullie geen winstoogmerk hebben. Maar nee. Wat houdt dat precies in? Wij zijn een onderlinge verzekeringmaatschappij. Ja. Dus in principe, als je bij ons een paard gaat verzekeren, word je lid van de club. Ja. En we zijn er dan voor onze leden. Ja. En daarom passen we zo op die prijs aan. Oké, okay. Ja? Nou, dan wil ik u heel erg bedanken dat u mij al deze informatie hebt gegeven. Goed. Want ja, ik weet nu al heel veel meer en ik hoop jullie ook. 8, 9 en 10 september zijn Evo Paardenverzekeringen ook een Horse Fan, net zoals ik dat ben. Dus heb jij nog vragen, dan kun je daar natuurlijk altijd langs gaan bij hun standje. Maar ga sowieso langs op hun standje, want ze hebben ook heel veel leuke winacties. Dus zeker even langs gaan. En neem zeker ook eventjes een kijkje als jullie meer informatie willen op de site. Die zal ik hieronder eventjes neerzetten. En ja, ik weet dus al heel erg veel meer. En wil jij nou nog een andere video op mijn kanaal zien? Check dan even deze video waarin ik een crossles heb bij de KNS. Of check even deze afspeellijst waarin ik nog veel meer leuke video's heb. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!